Op deze dag ben ik gaan zoeken in Zwolle samen met Tim. Hij had gereageerd dat het leuk leek om een keertje samen op pad te gaan. Ik had huiswerk gedaan naar de locatie. In de 18e eeuw heeft daar een kasteel gestaan. Dus zodoende leek me dat wel interessant om op die plek te gaan zoeken. En met succes, er is een hele leuke vondst gedaan. Dus ik zou zeggen, ga lekker kijken, hier komt ie. Jij hebt ook een YouTube-kanaal, geloof ik? Ja, dus, Tim MD is het. Tim MD? Ja, doe ik veel metaaldetector video's, magnetische video's. Ik zag al een video van jou dat je ook met een onderwaterdetector bezig was. Ja, klopt. Ja. Dat doe ik allemaal, ja. Leuk, ja. Man. Ja. Dus neem ook even een kijkje bij hem. En we zijn al even begonnen. Dit is een stortveldje. Dus we komen ook veel rommel tegen, maar ook leuke dingen. Ik zal alvast even wat laten zien. Dit is bijvoorbeeld een, ik denk dat het een oude gaspit is of van een stoofketel of zoiets. En tandwieltjes. En deze is helemaal leuk. Een stuk tinnen speelgoed. Het lijkt een, iemand op een soort, of een dromedaris lijkt het wel, of op een kameel. Dus best grappig. Ja. Nou, we gaan gauw verder zoeken. We hebben wat in het kluitje zitten, als het goed is. Ja. Is het in dit? Oh. Nou ja. Dat was het, een stukje troep. Helaas. Blik. Je kan niet altijd zes gooien. Hé, hey, er staat wel wat op. Een koper plaatje. Zwolle. Ja, ik geloof dat het rijwielbelasting is. Kaartje. Tim die heeft een leuk plekje hier daar zo. Hij vindt allemaal oude flesjes en dingen. Medicijnflesjes ook. Dus kijk bij hem op zijn kanaal, dan kan je het allemaal zien. Hij heeft een leuk plekje. Ja, dit is een bijzondere vondst. Ik zie het gelijk. Moet je kijken. Kijk naar die steen. Wauw, is dat een bros of zo? Ja? Ja, moet je eens kijken. Ja, dit is een goeie. Wow, mensen, kijk eens. Oei, shit man. Ja, dit is een. Dit kan zomaar gerelateerd zijn aan het kasteel. Ja, ja. Ja, dat. Moet je eens kijken. Ja, heb jij je tandenborstel nog bij of niet? Ja. Kijk hoor. Zo dan. Oh. Maar moet je zien, hè? Hij is, kijk. Nog, hij is nog mooi, de steen ook nog wel. Zo dan. Ja. Ja, ja. Maar kijk eens hoe oud. Dat is echt oud hoor, dit. Zal ik even zeggen, man. Ik heb veel gedaan. Wow. Voorzichtig moet ik nog zijn, ook zeg. Hey.
Zo dan. Mega. Ja, dat is een soort bros of een speld geweest. Ik zie hier achter de haakjes nog. Heel gaaf. Oh. Heel gaaf. Zo. Ja, ik heb er weer eentje. Weer een oude vondst. Kijk. Een lange gesp. Langwerpige gesp. Ik ga thuis eens even kijken hoe oud die is. Maar ik denk ook dan toch 18e eeuws. Gezien het kasteel wat hier stond. Yes. In de pocket. We gaan hier afronden. Het was een... hele leuke dag. Heel leuk dag, ja. We hebben leuke dingen gevonden. Ja, zoals ik al eerder zei, je kan bij hem op zijn YouTube kanaal zijn bottle dump gaan bezichtigen. Ja. Dat was echt een flinke kuil geworden inmiddels, hè? Ja, wel een beetje diep ongeveer. Echt leuke spulletjes, leuke flesjes. Ja, dat. En die bros, ja. Jou, die bros speld? Ja, die bros die was te gaaf. Dat, als dat je enigste vondst op de dag, dan is dat helemaal super. Dat is echt een prachtig vondst. En net had ik natuurlijk nog die oude gesp, die langwerpige gesp. Ja. Een geslaagde dag. Geslaagde dag, ja. En ik bedank jullie weer voor het kijken. En tot het volgende avontuur. Ja.